Protest tegen plotselinge nieuwe maatregelen. First Lady houdt activiteit met seniorenburgers. En juffrouw Shombar Singh krijgt Excellent Award. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Eventplanners, rappers, zangers, mensen uit de horecasector hebben zich gebundeld en zich vandaag verzameld op de parkeerplaats van TBL Cinemas. Zij zijn het niet eens met de afgekondigde COVID-maatregelen. En het is gebleken dat de maatregelen ook niet voor een ieder gelden. Vandaag zijn we onze punt duidelijk komen maken. U zelf gezien als u het nieuws heeft gevallen. Onze protocollen om events outdoor te organiseren was goedgekeurd. En ineens patsboom worden we verrast met een bericht dat het gewoon niet meer doorgaat. En het weer 9 tot 5 is en weet ik veel. Maar we zijn dus vandaag hier gekomen en er is een event in het Flamboyant Park. En er worden gewoon events gehouden door de regering onder een bepaalde noemer. Dus we vinden het vreemd en we zijn gewoon hier gekomen om eigenlijk te weten wat er precies aan de hand is en duidelijk een statement te maken van onze protocollen worden toch goedgekeurd, wat is daar gebeurd? En waarom mag het dan wel dat de andere groep hun events nog groter, misschien 3 of 4 maal groter dan van ons, gewoon door mag organiseren? Ik vind dat iedereen op dezelfde manier behandeld moet worden. Omdat jij niet met een maatregel kan komen of je kan geen maatregel aankondigen. En dan hou jij je niet aan zo'n maatregel. Als je zegt dat er geen events georganiseerd mogen worden, dan gaan we allemaal ervan uit dat jij geen event kan organiseren. Al ongeveer 9 maanden hebben de mensen in de entertainmentwereld en de horecasector geen grote evenementen kunnen houden vanwege de COVID-situatie. Hierdoor hebben zij minder tot geen inkomsten. Er is ook geen enkel compensatie gekomen vanuit de regering. We staan al 9 maanden stil. Geen inkomen, geen boekingen. We hebben geen geld om het een en ander te doen of onze gezinnen te verzorgen. En we hebben geen één dag een gebaar gehad van de regering. Van hier is een tegemoetkoming, hier is een uitkering, hier is een compensatie. Daarom staan we vandaag vredig hier om even onze statement en ons punt te maken. Ja, we moeten gewoon zitten met elkaar en tot een gezamenlijke oplossing komen. Want de mensen in de horecasector, de mensen in de entertainmentsector, iedereen leidt eronder. En veel mensen hebben al onkosten gemaakt. En ja, dus we moeten gewoon tot een oplossing komen, zodat iedereen de lachende partij kan zijn, om het zo te zeggen. Terwijl de actie gaande was, was Brian Muntslag, de voorzitter van Platform ter Bevordering van Entertainment, Cultuur en Kunst in Suriname, PEX, uitgenodigd voor een gesprek met de regering. Ja, dus momenteel is de vertegenwoordiger van ons bij de regering, bij het kabinet, Brian Muntslag. Dus is daar namens de organisatie PEX. PEX is al 3 maanden ongeveer bezig met de regering om even het over te leggen. En daarom zijn we geschrokken, want de protocollen komen ook van onze kant uit, vanuit de organisatie PEX. En hij is vandaag nu daar. En zo gauw hij klaar is, dan horen wij wel wat het resultaat is. Gelet op de aangepaste COVID-maatregelen mogen er geen evenementen gehouden worden. Maar er is vandaag wel een activiteit georganiseerd met meer dan 100 gasten door First Lady Melissa Sinicheri in het Flamboyant Park. Nadat er kritiek werd geleverd, werd er gezegd dat het een dankdienst was. Voor dankdiensten gelden namelijk andere COVID-regels. Is er iemand van CDS? Ik zie DNP spelletjes, dus ik denk dat het DNP'ers zijn. Of ik ga ervan uit. De pers mocht helaas niet naar binnen en er mocht ook niet gefilmd worden vanuit het hekwerk van de poort. De pers werd ook niet te woord gestaan door de organisatie over het event zelf. Vanmorgen werd er door het CDS gemeld dat het een drive-thru event zou zijn. Uit de foto's die zijn geplaatst op social media bleek dat niet waar te zijn. Op een gegeven moment kwamen enkele seniorenburgers naar buiten met hun pakket die moesten wachten om opgehaald te worden.
Madhuri Shyambar Singh, schoolhoofd aan de R.A. Tamenga School, is vandaag vereerd met een Excellent Award. Deze kreeg ze voor haar bijzondere inzet om de toiletgroepen in orde te maken. Zo heeft ze zelf tot de dag van haar bevalling aan dit doel gewerkt. Op elke school waar mevrouw Shyambar Singh diende, deed zij er alles aan om ervoor te zorgen dat de sanitaire voorzieningen goed waren. In haar eigen ervaring heeft een slechte toiletgroep ervoor gezorgd dat haar eigen kind nu blijvende gezondheidsproblemen heeft. Dat mag niet met nog een kind gebeuren, zei ze. Voor bijvoorbeeld de Tamenga school heeft zij via een WhatsApp-groep fondsen ingezameld om de voorzieningen in orde te maken. Tot de dag van haar bevalling en zelfs nu tijdens haar zwangerschapsverlof heeft zij naar dit doel gewerkt. Daarom is mevrouw Shyambar Singh vandaag vereerd. Van de mensen in de WhatsApp-groep, de stichtingen Satya Dharma en Sri Satya Shakti Samaj Hoogvliet en ook met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs heeft mevrouw Shyambar Singh in aanwezigheid van haar vader en echtgenoot een oorkonde, een cadeautje en bescheiden bedrag gehad. Zo! Prachtig. Het is gewoon prachtig. Het geeft een heel bijzonder gevoel dat je geëerd wordt voor het werk dat je doet. Ik denk dat men het vaker kan doen met schoolleiders, met leerkrachten, met mensen die hard werken. Het geeft je ook een push om verder te gaan. Dus dit gevoel is onbeschrijfelijk. Het is gewoon prachtig. Heel prachtig. Ze is echt een lieve schoolhoofd en ze is echt vriendelijk, ze groet je, als je haar groet, groet ze terug. Ze is echt een lieve schoolhoofd en ik hou van haar. Goed, ze is jarig en ze heeft mooie bloemen gekregen. Ik vind het zo geweldig. Ik vind haar echt iemand die ons nooit in de steek heeft gelaten. Ze heeft ons altijd gestimuleerd. Helaas is de Tamenga school vaker slachtoffer van diefstal. Ondanks de aanwezigheid van een nachtwachter zijn enkele weken na de grote schoolvakantie alle nieuwe wc-brillen gestolen. Maar dat heeft de inzet van deze schoolhoofd niet verzwakt. Ze blijft doorzetten en naar oplossingen zoeken. Zoals bijvoorbeeld tijdens haar verlof nog 2 vervangende stortbakken regelen voor de toiletgroep. De school is er beter vanaf nu daar mevrouw Shyambar Singh haar hart en ziel erin heeft gestopt. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten nieuwsjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.